Ik stel ook vast dat er het verenigingsleven vrijwillig meehelpt aan die een oogdag vandaag, de week na Kermis Galmaarden. Kinderhoogdag is eigenlijk het cultuurfeest bij uitstek voor kinderen van 3 tot 12 jaar. En dat gaat over muziek tot toneel, tot circus, allerlei activiteiten waar de kinderen kunnen aan deelnemen. En natuurlijk, de anderen die nieuwsgierig zijn, mogen ook altijd een kijkje komen nemen. En de kinderen zijn ook vergezeld van ouders of grootouders, die ook eigenlijk de hele dag mee mogen deelnemen aan de activiteiten. Mama, 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 mama. Waar moet je gelachen in de camera? Op dat, op stap, op stap. We marcheren door het bos. Vooruit, achter het mars, we fantaseren, Europos. Zet je handen in je zij, kijk naar mij, spring dichterbij. Sta even stil, slaak een gil, ah! Want daar zwemt een krokodil. Van mevrouw, wat gebeurt er hier? Wij zijn van een bond en wij maken armbandjes. Drie verschillende soorten armbandjes. De gewone met touwtjes, armbandjes en dan Japanse armbandjes. Die Japanse, wat houdt dat in? Dat is een hele nieuwe techniek. Dan moeten de kindjes eigenlijk zeg maar het touwtje er telkens rondom draaien. Ja. En dan krijg je zo'n hele mooie kinderachtige kern. Zijn er zo afgewerkt ook al? Ja, maar die nemen de kindjes mee dan. Ah, die nemen de kindjes mee. Ja, ja, ja. Dus je hebt niks, speel, speel, speel. Is dat duidelijk? We gaan dat gewoon een keer proberen. Ja? 1, 2, 3, 1. Stam, stam, stam. Ja, en van mij moet je dat nog veel luider doen. Stam, 2, 3. Stam, 2, 3. Stam, 2, 3. Ja, nog iets een keer. Ja, nu zitten. Zo. Derm gooien op 1 derde van de lengte. Zo. Zo. Ah ja, ja, maar nu. Zie je dit zo dat het, en nu kan je dat erop twee. Je moet er met je hand in gaan. Zo. En met je duim. Duwen dus. Wij maken hier met de kinderen instrumenten, echt instrumenten, want zij gaan daar binnen 10 minuten echt op spelen. En, ja, 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 je zult wel zien. Zij kunnen daar meteen melodietjes op spelen. Maar we vertrekken van een buis die we plooien met een plooislang. Zij heeft hier ondertussen, kijk eens aan, zij heeft haar petfles doorgesneden en ze heeft daar net een soort rokje van gemaakt. Dat is een klankbeker, wordt dat. Een echte klankbeker. Dat versterkt het geluid. Bovendien herbruiken wij iets wat anders in de container terechtkomt. Gewoon zelf een klein beetje schuin maken, dat mag ook. En je zult zien dat je daar een heel mooi gaatje hebt. Kun je goed tekenen? Ja. Ah, dan zal het mooi worden, hè? Ik ga gewoon een zonnetje proberen te tekenen. Ah ja.
kunt ook goed tekenen. Gaat het tekenen? Schilderen, ah, ja. Hij kunt goed schilderen. Heb je dat thuis ook al gedaan? Toch niet op de muur? Nee, dat mag niet, hè, op de muur. Hè? Maar op een papier thuis. Ja, goed oefenen, dan ga jij een goede schilderes worden. Hè? Hè? Ja? Maar wij geven ook al tekenschool, zaterdag namiddag van 2 tot 4. Ja. Mijn dochter en ik, en dan nog een mevrouw van Tollenbeek. Ja. En daar leren ze wel echt tekenen. Nee, ja. Dus... Maar zelf moeten ze ook wat talent hebben, anders is het geen moeite. Ze moeten aanleg hebben. Hè. Ja, ja, absoluut. Ik ben hier als grootvader, hè? Als grootvader hier, ja, 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 ja. En wat doen de kinderen hier dan? Wel, hij heeft er juist op de drums gespeeld. Ja? Het zijn er een vijftiental kleuters. Ja. Hè? Of ik weet niet wat dat zijn, van 3 tot 6 jaar of zoiets. Die aan een drum zitten zo. Ja. Dat was tof. En lukt dat al een beetje, ja? Maar ja. Verrassend goed, zo, hè, dat die kinderen toch wel een beetje ritme hebben. Zo. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dream, 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 dream. Mooi. We gaan nu wel moeten buiten smeten, madame. Er zijn nog klanten aan het wachten. Ja, sorry, hoor. Druk. Ja. Ik ga jullie dus een verhaal vertellen. We gaan eerst eens voorlezen. En dan gaan we dat ding spelen. Het is een heel gevaarlijk verhaal. In de stilte rinkelen de stokken. Papa, ik wil vissen, als dat mag. Zeer goed. Rob zat met zijn hengel bij het water. Ongerust keek hij steeds om zich heen. Zag hij daar een schaduw bij de rotsen? Het was net of daar iets zwarts verdween. Angstig staarde hij naar dorre stuipen. Een koude rilling kroop langs zijn rug. Zag hij daar twee oren naar hem loeren? Ogen naar hem loeren? Snel als een haas naar de tent terug. Wap, we kunnen hier niet langer blijven. Er sluit iemand in een zwarte jas. Kromme nagels heeft hij, lange tanden. Het leek zo'n vampier waar ik over las. Thank you.
zijn eigenlijk zeer tevreden. En wat een fantastisch weer, fantastische activiteiten, fantastische medewerkers, vrijwilligers. Super, echt waar. We zijn heel tevreden van de dag. Ja, absoluut.